Welkom bij het hoogte- en dieptepunten-item. Hierin blikken onze jongens terug op het negendaagse avontuur in het Oostblok. Veras, take it away. De roadtrip was kut. Iedereen deed kut. Robert deed kut. Erik deed kut. Thijs had problemen. Jeffy filmde niet goed. Maar toch was het ook alweer... Ja. Na 4 uur rijden hebben de jongens unaniem besloten om dronken te worden. Proost! Ah, ik heb me echt deze roadtrip echt aan iedereen van de hele crew geïrriteerd. We komen aan in Duitsland. Geld was gewoon overgemaakt naar die Duitsers. Maar ja, Duitsers moeten haten op Nederlanders. Dat is nul kredietkaartnummer. I can really guarantee it's coming Monday. Nee, laat me deze shit even handelen. Laat me even praten, vriend. Ja, dat was gewoon fucked up. En ik dacht van shit, als dit zo de hele roadtrip doorgaat, 10 dagen lang, ja, dan wordt dit echt heel erg kut. Ik moet het straks gaan editen, dus als je dit kijkt, ben ik waarschijnlijk dood. We hebben echt 500 uur gefilmd. Zeg maar, in de dag zit 24 uur, dus dat klopt niet eens. Oké, 300 uur dan. Ja, Thijs en ik op de achterbank, dat is altijd gewoon party. Toen we gingen kamperen in de wildernis, konden we niet slapen omdat we telkens zo'n belletje hoorden rinkelen in de verte. Dat was een kutgeit, die had zo'n belletje om. Ik denk toch de omgevingen waar we langs zijn gereden, dat vind ik altijd super mooi om te zien. Dingen die je niet in Nederland hebt, bergen. Gewoon de gebouwen, de bergen. Bergen en bergen, weet je, ja, dat ja, vind ik gewoon mooi. Het leukste is die verrassingen, weet je wel. Je weet niet wat er gaat gebeuren, maar uiteindelijk hebben we zoveel dingen gedaan per dag. Ja, we waren op een camping in Liptonmeer. En daar ook had ik gescoord, ook als de 15-jarige Groningse slet. Jeffrey ziet de chick helemaal zitten, maar broer Jos, die wil graag geld zien. Ik ben gewoon broer van haar. Dit zie je nooit. Ja, dieptepunten, dat was toch wel een beetje dat gekibbel. Gewoon! Gewoon, what the fuck? De eerste paar dagen gewoon de ruzies onderling, weet je. Alles botsen een beetje met elkaar. Ik ben nu echt bereid om je gezicht te slaan, hè. Godverdomme, waarom ben ik nou zo gaar? We zijn nog steeds Vera's kwijt. Na 2 uur zoeken hebben de jongens besloten om de politie erbij te halen. Ja, ik ben autistisch en soms wordt het gewoon te veel voor mij. En ja, ik moest gewoon even weglopen. Vera's en Jeffrey. Gecombineerd met alles wat zeg maar met helpen te maken heeft, is zeg maar gewoon fout gelopen door hun. Je weet ook gewoon hoe deze allemaal werken of niet? Nee, ik vraag het niet aan jou, want van jou weet ik het antwoord wel. Ik zag jou serieus al met je voet tegen die barbecue aankomen. Dit is gewoon discriminatie. Ja, discriminatie. Nou, het volgende hoogtepuntje was het avondje uitgaan in Polen met onze grote vriend Chabby, George en Erik. Ja, ik ben Jeffrey. In Nederland scoor ik niet veel, maar in de club in Polen was dat toch wel 3 keer gebeurd. Die chick is te dronken om te lopen. Echt een typische chick voor ons, Chabby. Ik heb erg genoten van het uitgaansleven in Polen. De avond in Polen had ook een zwaar minpuntje. Er was namelijk ene George die mij beloofde van, hey, ik blijf hier. Iedereen is ver weg en George, onze cameraman, is vermist. George... dronken, man. Déjà vu. En de volgende dag wordt wakker en ik kom erachter dat die guy gewoon nog steeds niet terug is. En vervolgens komt hij om 12 uur aangewandeld en was hij wakker geworden in de speeltuin. Kijk, daar heb je George. Wat een anticlimax. Ik ben helemaal niet, man. Ik werd net fucking wakker in een speeltuin. Ja, heb ik godverdomme in een speeltuin gewoon op de grond moeten slapen. Ik ben de chauffeur, ik ga gewoon rijden. Als ik plezier kan hebben, is het leuk. Maar daar merkte ik wel... dat er gewoon een paar jongens in de groep waren, in het bijzonder Erik, die had zoiets van ja, ik wil gewoon uitgaan en voor de rest interesseert me niet zoveel. Ja, die hele klik tussen mij en Robert lag er echt totaal niet, gewoon. Want er waren wel een paar momenten dat ik zoiets had van ja, hou je bek en ga met de trein naar huis, want zo hebben we niks aan je. Gisteren gaat hij dan ook gewoon zijn dik aan ons showen. Is hij weer aan de hand? Ja, hij moet zijn fucking dik showen. Het is echt bijna de fucking druppel, vriend. Ik word... scheten laten, ballen laten zien, nog meer scheten laten. Wat een smerige gast die Robert. Oh, damn it, that's fucking disgusting.
De chauffeur is echt een fucking retard. Ik kan me echt kapot aan irriteren aan zulke mensen. Ja, hij is ook wel een beetje een vies mannetje. Die man heeft me gewoon eigenlijk deze hele roadtrip om de zenuwen gewerkt. Hij was wel verantwoordelijk, weet je wel. Hij heeft ook ons vaak meegeholpen met dingen. Ik heb het gelukkig eerder meegemaakt. We hebben duct tape bij, dus dan krijgen we een mooi duct tape raam. Maar ja, je moet even die shit eraf halen. Ja, ik zou het zo nog een keer doen. Zeker weten. Ja, ik wil nog afsluitend zeggen, we gaan volgend jaar naar Amerika. Dat gaan we doen. We hebben 8 dagen, bijna 9 dagen lang hebben we gewoon items opgenomen. En we zijn er best wel allemaal trots op. No matter what the fuck er ook allemaal gebeurde. Het is klaar. Ik vind het ook weer leuk geweest. En, jullie. Dit was dan toch echt het laatste item. Laters.